De beschermde wieg Liefde voor Leven. De vondelingenkamer van de Stichting Beschermde Wieg is vrijdagmiddag geopend. De kamer is te vinden tegenover nummer 46 en 48 aan de Paal en Bankstraat in de Indische buurt. Een moeder kan het kind daarin een wieg leggen. Er volgt dan een stil alarm naar het huis op de hoek met de Bandungstraat. Daar ontfermt zich men vervolgens over het kind. Ook is het mogelijk dat de moeder daar een gesprek aanknoopt over haar situatie. We hebben nog steeds de bedoeling hier ook in het kamertje dat moeder tot een andere keus kan komen. Als ze misschien niet tot rust komt, daarom staat er ook een stoel, kan zij op de intercom knop drukken, kan zij in contact gaan met mij. Ik ga dan met haar praten en dan gaan we kijken wat is samen het beste. En vanaf dat moment is zij ook niet meer alleen met haar akelige gevoelens of met haar situatie. Barbara Muller van de stichting De Beschermde Wieg nam het initiatief. Wat is mijn drijfveer? Dat voorkomen wordt dat baby's achter worden gelaten, zoals 2 weken geleden in Amsterdam is gebeurd, in een vuilcontainer. Dit babytje huilde, dus dit babytje is gered, maar heel veel baby's huilen niet. En er worden gemiddeld 1 tot 2 levende vondelingen per jaar in ons land gevonden en 6 dode vondelingen. En dat zijn de cijfers die bekend zijn, maar er is ook nog een factor X dat niet bekend is, maar realiteit wijst natuurlijk wel uit dat, kijk, dit babytje huilde, maar er zijn er meer die dat dus niet doen. Dus dat aantal ligt veel hoger. Er is ook kritiek op de Vondelingenkamer. De stichting FIOM, gespecialiseerd in ongewenste zwangerschappen, denkt dat het vondelingenluik een aanzuigende werking kan hebben. We hopen natuurlijk altijd dat dat niet zo is. En ook niet dat iedereen maar gaat denken van nou hup, gooi je baby hier maar neer. Zo werkt het niet en zo werkt het ook niet. Ik bedoel, als moeder moet je wel ver gaan om zoiets te doen. Ook zegt FIOM dat het door de Vondelingenkamer niet meer mogelijk is de biologische ouders te achterhalen. Een kind kan daardoor op latere leeftijd identiteitsproblemen krijgen. De dames hebben daar iets op bedacht. We hebben een puzzelstuk, wat ene stukje past bij moeder, ander stukje past bij kind. En dat is de bedoeling dat moeder dat meeneemt. Dat wordt ook in een brief in het bedje wordt dat, gestopt. Er wordt ook gezegd op die brief van goh, neem die brief mee. En zij kan dan later op een site gaan kijken of bij ons met ons in contact gaan van goh, ik heb dit puzzelstuk. Wij weten welke baby dat wel van welke datum. Zij weet dat ook, die gegevens. Dus dan kunnen wij de match alsnog gaan maken. Dus vanaf dat moment is het kind ook niet meer anoniem. De dames willen dat de wet verandert. Er is natuurlijk nog steeds een wet die ons initiatief in ieder geval in het belang van de moeder in de weg staat. En dat is dat het verboden is voor een moeder in nood ook haar baby naar een veilige voorziening te brengen. Dus niet alleen het achterlaten in hulpeloze toestand is verboden, maar juist ook als je een baby verzorgd achterlaat, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of hier anoniem. En wij gaan er dus ook voor om ook in politiek Den Haag proberen te realiseren dat die wet gedeeltelijk wordt aangepast in het belang van deze baby. Want wat gebeurt er met een moeder in nood die weet dat het verboden is, dat ze kans loopt op maximaal 4,5 jaar celstraf op het moment dat ze haar kind veilig achterlaat? Dan doen we aan symptoombestrijding en dat heeft al genoeg kinderlevens geëist. De gemeente is ook niet voor een vondelingenkamer. Maar staatssecretaris Steven heeft gezegd niet tegen het loket te zullen optreden.